Oké. Okay. Ja. Marlies, we staan hier in Luzern. Ja. Hoe voelt het voor jou om hier te zijn en niet in de boot te zitten? Nou, echt onwijs goed. Ja? Ja, het is echt een goede sfeer, goede ploegen. En ja, we hebben hier natuurlijk hele mooie momenten beleefd met onze ploegen de afgelopen jaren. Dus dat voelt vanzelf weer terug. En ja, dat is gewoon een heel mooie gelegenheid om hier dan weer te zijn. Wat ben je nog voor een speciale ploeg hier? Ja, voor de Muda's natuurlijk. Ja, echt, mijn hart ligt diep heel erg bij de Muda's. En ik heb laatst nog een potje met een van hun twee gegroeid in onze nieuwe achterskul. Dus dan weet je wel hoeveel snelheid daar bij hun in zit. Hey, en wat vond je van hun race net? Ja, ik vond het heel spannend. En het is jammer dat ze net niet eigenlijk in de finale kwamen. En, maar ja, misschien gaan ze morgen wel de VB-finale winnen. Dus het zit er wel aan te komen. En wat voor plan heb jij nog hier verder in Luzern? Nog meer skullies aanvoeren natuurlijk. En een leuk feestje hier hopelijk, als we alle drie gaan winnen. En gewoon nog meer feestjes. Wie denk je dat de goede kans maakt vanmiddag om slag te leggen op het eremetaal? Ja, ik denk Daan is bijzonder. Ja, die met Carlien in de bouw van skullies erbij, die gaat zeker goed doen. En verder... in ieder geval niet veel zonder. En morgen natuurlijk met de achterdames af. Nou, hey, wat ga je nog verder meer doen? Oh, dat heb ik nog gevraagd. Dat knip ik wel uit. Stoppen? Is goed.